2 jaar lang was het niet mogelijk vanwege de coronapandemie. Maar op dinsdag 29 juni was het dan zover. De officiële opening van basisschool De Ontdekking. De school is gevestigd in het oude kantinegebouw van de Enka. Alle leerlingen, ouders en andere genodigden waren getuigen van de officiële opening. Nou, heel bijzonder. De school is officieel geopend vandaag. We zitten hier al 2 jaar in dit gebouw en een stukje in een ander mooi oud gebouw van het Enka. Maar vandaag mochten we officieel het lintje doorknippen. Ja, we hebben zojuist hier school De Ontdekking geopend. Jaren geleden is deze school, de Oranje Nassenschool uit het zuiden van Ede, de Oranjebuurt, verhuisd naar het Enka-terrein. En eigenlijk een onstuimige groei doorgemaakt. We begonnen hier met 8 groepen. Inmiddels geloof ik 16 groepen. Dus het voldoet aan een behoefte in de Enkerwijk. En het mooie is, in het oude kantinegebouw. Hoe vonden de kinderen dat? Die vonden dat heel spannend en leuk. In de klasse zag je dat mensen weer lessen gingen geven over wat er vroeger in dit gebouw zat. Een stukje geschiedenis. Dus die hebben er naartoe geleefd. Dit is het oude kantinegebouw van de Enkerfabriek. Het staat er bijna 100 jaar. En om dan te zien dat je een hele nieuwe bestemming aan zo'n gebouw kunt geven, is heel erg leuk. En ook als je binnen gaat kijken, er zijn zeker in de benedenverdieping nogal wat veranderd. Bruggenbouwers zijn erbij aan te pas gekomen om pilaren weg te halen, ijzeren balken erin te zetten, zodat er ook echt klaslokalen ingemaakt konden worden. Dus er is hier nogal wat inspanning geleverd om er een mooie school van te maken. Het is wel een hele bijzondere locatie. Dat is het zeker. En ook elke dag echt een feestje om hier naartoe te mogen. Om de geschiedenis van een stukje Nederland te verbinden met de jeugd. En het dus weer een maatschappelijk karakter te geven, vinden wij echt fantastisch. Als kind herinner ik mij van, ik weet niet waarom ik dat herinner, maar je had zo'n reclame van de Enka-zemen. Die man die dan maand na maand diezelfde zeem gebruikt en zijn baard maar bleef groeien. Ja, eigenlijk is dat ook wel iets wat je hier ziet. Wat ze hier neer hebben gezet is zo duurzaam dat de fabriek is verdwenen. Maar het gebouw staat er nog steeds. En dat je daar iets nieuws in mag brengen. Kinderen die eigenlijk weer opnieuw beginnen met dingen te bedenken en te maken. De school heet daarom ook De Ontdekking. Vind ik wel een hele mooie doorgaan van eigenlijk je geschiedenis van Ede. Heel veel ouders waren er vandaag ook bij. Is het een school wat nou enorm betrokken is bij de wijk? Enorm. Het schoolplein is zelfs ingericht door ouders. Althans, zij hebben plannen gemaakt en zijn ook echt ervoor gaan staan dat het een mooi ingericht wordt. Is bijna klaar. En die hebben daar heel erg hun best voor gedaan. En naast die groep ouders zijn er ook nog ouders die meegaan op een uitje. Helpen in de klas, een gastles geven. Dus daar zijn we heel erg blij mee. Is het alleen voor de Enkerwijk deze school? Of? Nee, alleen vanwege de enorme toeloop moeten we soms al nee zeggen. Omdat we maar 16 lokalen hebben. Dus we hopen ook voor ieder kind een plek te bieden. Ik ben zeker trots met dit soort openingen en dit soort plekken waar kinderen kunnen opgroeien. En waar we de geschiedenis van Ede mogen verbinden met het hier en nu. Nou, daar word je gewoon heel blij van. En zeker met dat zonnetje in je rug, dan gaat het helemaal goed. U bent een tevreden directrice volgens mij. Heel erg. En heel erg trots op de kinderen en het team.